Ja, een hele goede morgen allemaal. En welkom bij alweer de vijfde Breakfast Talk van deze serie. We gaan het vandaag hebben over glocalisering. Gisteren zijn een tweetal van mijn collega's op pad geweest om bij een aantal van jullie weer ontbijtjes te bezorgen. Geniet daar in ieder geval erg van. Het is hier van de lokale boeren uit Oosterbeek. Er zit van alles in. Ik heb hier wat voor me neergezet ook. Ben je nou ook geïnteresseerd in een ontbijtje en heb je die nog niet? Dan kun je even een mailtje sturen naar breakfasttalk@firmofthefuture. En dan zorgen we dat we de volgende keer ook een ontbijtje bij jou thuis op de deur afleveren. Voordat we gaan beginnen heb ik één verzoek. De meeste van jullie hebben een microfoon uitstaan, dat is heel goed. Zet je microfoon alsjeblieft uit. En jullie hebben weer de mogelijkheid om mij vast te pinnen. Dat doen jullie door links onderin zien jullie mijn naam staan, Rogier Westerink. Daarnaast staan drie puntjes. Als je daarop drukt, dan kun je op vastmaken klikken. En dan zie je mij in het groot staan. Dat is op zich wel fijn. Mocht het allemaal niet lukken, stuur dan even een mailtje naar breakfasttalk@firmofthefuture.nl. En er staan twee collega's van mij klaar om jullie te helpen. Voor de mensen die voor het eerst aansluiten deze sessie. De Breakfast Talk staat in het teken van het klimaathart. Dat is een boek dat wij afgelopen jaar hebben gepubliceerd, waarin wij een visie schetsen op de wereld in 2050. We hebben in totaal 9 bijeenkomsten met allerlei verschillende thema's. En dit is dus nummer 5, glocalisering. We hebben het onder andere gehad over mobiliteit, de stad van de toekomst, voedsel. En er staan ook nog een aantal interessante visies voor jullie klaar. Vandaag gaan we het dus hebben over glocalisering. We hebben weer 3 professionals uitgenodigd om jullie een inspirerende talk te geven over dit onderwerp. Wie dat zijn en wat ze gaan vertellen, dat ga ik zo meteen wat nader toelichten. Ze hebben elke 5 minuten om een talk te doen. Daarna hebben we 10 minuten discussie. En dan hebben jullie als deelnemers dus de gelegenheid om jullie vragen te stellen. Dat kun je op 2 manieren doen. Je kunt dat doen via de chat. En dan zullen wij in ieder geval zorgen dat die vragen ook terechtkomen bij onze sprekers. Of je kan het doen door even je handje op te steken in Microsoft Teams. De chatfunctie, als het goed is, hebben jullie daar toegang toe. Dat werkt als volgt. Rechtsbovenin heb je een klein wolkje staan, die ziet er ongeveer zo uit. Daar kun je gewoon op klikken, dan kun je je vraag stellen en dan komt het helemaal goed. Nou ja, zoals ik net al 2 keer eerder heb genoemd, technische problemen, breakfast@firmofthefuture.nl. Ik ben vandaag niet alleen. Ik heb namelijk nog een collega meegenomen, Ellie. Ellie die gaat een visual recording maken van alle talks vandaag. Ellie, mag ik jou uitnodigen om je kort even voor te stellen aan iedereen? Ja, dat mag. Goedemorgen. Ik ben Ellie Polvliet. Je zal vandaag vrij weinig van mij zien, maar meer van mijn tekeningen. Tijdens elke breakfast of tijdens elke talk teken ik live mee. Dat kun je ergens onderin zien, een icoontje waarin je de tekening ziet ontstaan. En na elke talk geef ik een samenvatting aan de hand van de tekening die ik groot deel op het scherm. Dus dat doe ik vandaag. Super, dankjewel Ellie. Ik zal ook zorgen dat na deze sessie jullie de visual recording van elke talk in ieder geval toekrijgen gestuurd. Dan kun je hem ook nog eens bekijken. Dan is het denk ik tijd om de sprekers van vandaag voor te gaan stellen. Daarvoor ga ik heel even mijn scherm met jullie delen. Geef me 1 seconde, dan ben ik zo weer terug. Zo, als het goed is, verschijnt er nu wat in jullie scherm. We hebben 3 talks voor jullie klaarstaan. We beginnen zo meteen met onze eigen Marije Groeninthwaad. Die gaat het hebben over de import en export van de toekomst. Ze gaat onder andere kijken naar de transportketens, de hedendaagse transportketens en wat daar de impact van is. En daarnaast schetst ze ook een toekomstvisie, waarin ze ook verder inzoomt op het delen van kennis in plaats van goederen en grondstoffen. Dus ik ben heel benieuwd.
Daarnaast staat Benjamin op het programma. Benjamin is universitair docent bij de Universiteit van Leiden. En hij is tevens coördinator bij de Resilient City Hub. En hij zoomt onder andere in op de grondstofstromen van nu en in de toekomst. En we sluiten vandaag af met Suzanne. Suzanne is commercieel manager stadslogistiek en duurzaamheid bij PostNL. En zij gaat ons meer vertellen over die stadslogistiek. En ze geeft ons eigenlijk een kijkje naar de hedendaagse duurzame oplossingen voor binnensteden. Samen met haar partners heeft ze namelijk een aantal groene hubs gecreëerd. En daar gaat ze jullie het een en ander over vertellen vandaag. Nou, ik denk drie hele mooie talks waar we zo meteen van kunnen gaan genieten. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jullie nog even meenemen en gaan we nog even wakker worden. Want wat is gelokalisering nou eigenlijk? Nou, daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar hoe jullie daarover denken. En dat gaan we doen middels de alombekende Kahoot. Wat gaan we doen? Ga allemaal naar kahoot.it. Vul dan de game in, die krijgen jullie zo meteen te zien. Pak een naam en dan krijgen jullie één vraag van mij. En dat is namelijk, dat ga ik nog niet verklappen. Maar ik ben namelijk benieuwd hoe jullie denken over gelokalisering. Ik start hier even de Kahoot ook op voor jullie. Dus geef me eventjes één seconde weer. Je kan Kahoot op elk device starten. Je laptop, je telefoon, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ik heb hier ondertussen de gamepin klaarstaan. En ik deel nu mijn scherm weer met jullie. Dus als het goed is, zien jullie hem. De pin is 4733857. Dus 4733857. Het gaat dus om één vraag. En die vraag heeft betrekking op het thema van vandaag. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken. De deelnemers die stromen langzamerhand binnen. Ik heb een lokaal, heb ik erin. De code is 4733857 en je komt erin door naar kahoot.it te gaan. Ja, ik ga hem starten. Komt-ie, de vraag. Een introductie in het thema van gelokalisering. En de vraag is als volgt. Aan welk woord denk je bij het thema gelokaal? Dus aan welk woord moet je denken? Welk woord past volgens jou bij het thema gelokaal? Ik ga niet te veel verklappen, maar ik ben heel benieuwd wat jullie denken bij het woord gelokaal. Want we hebben natuurlijk een programma voor jullie klaarstaan. Ik ben heel benieuwd of we dat allemaal gaan bespreken wat jullie nu denken. Dus aan welk woord denk je bij het thema gelokaal? De antwoorden die stromen langzaam binnen. Ik heb al een antwoord of 10. En de woordcloud begint zich te vormen. Jullie hebben nog 20 seconden om wat in te vullen. Ja, laatste antwoorden. Nog 10. Dus aan welk woord denk je bij het thema gelokaal? 3, 2, 1. Nou, ik ben benieuwd wat hieruit is gekomen. Lokaal voedsel zie ik staan. Daar hebben we het inderdaad ook al over gehad in de vorige breakfast talk. Verstedelijking zie ik voorbij komen. Lokale gemeenschap, lokaal gewenst. Samenwerken, minder vervoer zie ik staan, transport, mobiliteit. Ik denk dat we daar ook wel het een en ander over gaan bespreken vandaag. Groot en klein, internet of things, zou ook nog voorbij kunnen komen vandaag. Samenwerken zeker, ja, ook met je partners, daar kan Suzanne straks wat meer over vertellen. Nou, volgens mij zijn dit woorden die wel bespreken gaan worden in de talks vandaag, dus het is tijd om te starten met de eerste talk van vandaag. En dat is de talk van Marije. Marije, ben je er klaar voor? Mag ik jou het
het woord geven. Ja, Rogier, dankjewel. Je mag me zeker het woord geven. Goedemorgen allemaal. Ik zal even ondertussen mijn scherm ook delen. Even kijken. Het is altijd even Het is altijd even gepiel, dat klopt. De laatste technische dingen om de presentatie op het scherm te krijgen. Ondertussen is Ellie ook druk aan het tekenen, zie ik al. Ziet er goed uit, Marijn. Die kan los. Mooi. Helemaal goed. Daar is hij. Goedemorgen allemaal nogmaals. Ik ben Marijn Groenendwoud, een van de eigenaren en oprichters van Firm of the Future. En ik ga het vandaag met jullie hebben over glocalisering. Binnen Firm of the Future hou ik mij vooral bezig ook met de balans zoeken tussen de klimaatuitdaging, zoals we die allemaal voor ons zien, maar ook het economische model wat daarbij kan horen. Want we willen natuurlijk allemaal heel graag iets doen aan het klimaat en aan de klimaatuitdaging waar we voor staan. Maar tegelijkertijd willen we eigenlijk ook allemaal heel graag de welvaart houden die we nu kennen en waar we aan gewend zijn op dit moment. En het zoeken van die balans tussen die klimaatuitdaging en dat economische model wat daarbij kan horen, hè, die duurzame manier van ondernemen, dat zijn vraagstukken waar ik me bezig mee hou binnen Firm of the Future. En een van die onderwerpen is dus ook glocalisering. En in de huidige wereld kennen wij natuurlijk de globalisering. En in ons boek Het Klimaathart hebben we ook uiteengezet dat op dit moment de globalisering van onze wereld eigenlijk ervoor zorgt, of mede ervoor zorgt, dat ons hart uit balans is. Hè, als je kijkt naar waarom onze wereld nu uit balans is, dan zie je dat mede komt door de globalisering. Spullen zijn overal te verkrijgen. We kunnen alles maar naar ons toe halen wat we willen. Dus dat is één van de factoren die meespeelt in de klimaatproblematiek. Maar dat betekent ook dat het niet een alleenstaand onderdeel is. Je ziet in ons hart, in de visie die we ook geschreven hebben, dat we naast die globalisering ook de manier hoe wij steden hebben gebouwd, onze voedselvoorziening, het hangt allemaal met elkaar samen. En het is ook nodig om al die elementen tegelijk aan te pakken om te gaan zorgen dat onze wereld wat meer weer in balans komt. En je ziet hier ook het hart pompen. Dus we zullen met elkaar moeten zorgen en werken aan al die vier items om te zorgen dat dit weer een gezond hart gaat worden met elkaar. En wat betekent dat dan voor die globale wereld? Dat betekent dat we eigenlijk naar een glocale wereld toe zouden moeten gaan bewegen. En dat betekent het delen op een globale manier van kennis en kunde. Hè? Dus dat we dat wel met elkaar blijven delen wereldwijd. Maar dat we die kennis eigenlijk lokaal gaan toepassen. Dus we gaan niet meer allerlei vervoersbewegingen creëren over de wereld. Maar we gaan ervoor zorgen dat we al die kennis die er is met elkaar delen. En vervolgens op een lokale manier kunnen gebruiken. Ja, en waarom willen we dat nou eigenlijk? Als we op dit moment kijken naar onze CO2-uitstoot, dan komt een heel groot deel van onze CO2-uitstoot komt vanuit de verbranding van fossiele brandstof. En als je dus kijkt naar de wereldwijde uitstoot en zeker gericht op die fossiele brandstof, dan is het ook duidelijk in deze grafiek dat ongeveer 25% daarvan wordt veroorzaakt door alle transportbewegingen op onze aardbol. En dan kan je denken aan natuurlijk de luchtvaart, de scheepvaart, vrachtwagens, allerlei vormen van vervoer. En je ziet in dit plaatje bijvoorbeeld burgerluchtvaart, maar we weten natuurlijk ook dat de prijzen van vliegen op dit moment redelijk laag zijn voor personen, omdat we eigenlijk de ruimen van die vliegtuigen ook, er worden ook goederen in vervoerd. Dus er staat hier wel burgerluchtvaart, maar het gaat hier ook zeker om vervoer van goederen. Het is een van de grootste uitdagingen binnen onze globale economie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gewoon wat minder transport organiseren met elkaar over onze wereldbol heen?
En als we even dan naar een voorbeeld kijken, dan kijken we bijvoorbeeld eventjes naar voedsel. Hè. Hoe is het gesteld met onze zelfvoorzienendheid in Nederland als het gaat om voedsel? Wat je ziet in deze tabel is dat we, varkensvlees als voorbeeld bijvoorbeeld. Je ziet dan dat wij al meer dan 300% produceren in Nederland. Dus we hebben eigenlijk meer dan genoeg om volledig zelfvoorzienend te zijn. Maar dat betekent dus dat we een heel groot deel ook weer zullen gaan exporteren. En tegelijkertijd zie je ook dat we zelfs als we 300% hebben binnen Nederland, dat we ook nog een keer ruim 50% weer importeren in Nederland. En dat voelt natuurlijk best wel vreemd om nu eigenlijk wat je teveel hebt weg te doen en dan ook nog eens weer spullen naar binnen te halen. Want dat veroorzaakt allerlei transportbewegingen. En die zie je ook in als je naar de keten kijkt van bijvoorbeeld AGF, hè, dus aardappel, groente, fruit. Je ziet ook dat er enorm veel stappen voor nodig zijn. En aan de onderkant van de tabel zie je ook dat er dus heel veel verschillende manieren van vervoer voor nodig zijn. Maar het gaat niet alleen om vervoer, het gaat ook om verpakken. Hè. Je ziet, als wij iets kopen wat houdbaar moet blijven, dan doen we daar. Dan gaat de teler dat al op een bepaalde manier verpakken. Vervolgens wordt het dan weer vervoerd naar de volgende station als het ware. En dan gaan we dat weer ompakken, want de logistiek vervoerder wil die aardappels natuurlijk op een bepaalde manier verpakt hebben, of groente en fruit, en zegt, het moet wel houdbaar blijven. Ik heb bepaalde dozenformaten, dus ik moet weer aangepast worden, want anders kan ik het niet op de juiste manier vervoeren. Dus wat je ziet is, het wordt verpakt bij de teler, bij de volgende station wordt het weer omgepakt, zodat het getransporteerd kan worden. Vervolgens komt het bij de distributeur, die gaat het opslaan. En dat gaat soms ook weer op een bepaalde, met een bepaalde verpakking of op bepaalde, bepaalde verpakkingsmaterialen. En nadat die het opslagpunt, gaat hij weer naar de distributeur van het voedsel. Dus is er weer een transportbeweging. En gaat hij vervolgens, komt hij bij ons in de winkel terecht. En ook daar gaan ze weer op een bepaalde manier dingen verpakken, neerleggen en presenteren aan ons. Dus je ziet dat naast vervoer is vooral ook het verpakken en ompakken, als we naar voedsel kijken, een enorm vraagstuk. En het is ook maar de vraag, hebben we al deze stappen in de toekomst ook nog nodig? Een ander voorbeeld bijvoorbeeld is de t-shirtketen. Als we even kijken naar de productie van een t-shirt, dan zie je, het katoen wordt geproduceerd in Amerika. En vervolgens wordt dat vervoerd per vliegtuig richting India en China, waar dan van de katoen eigenlijk de materialen worden gemaakt. Vervolgens dan gaat het weer naar het volgende land, naar India, waar t-shirt in elkaar wordt gezet. Dus waar eigenlijk de arbeid plaatsvindt en het t-shirt daadwerkelijk wordt geproduceerd. Daarna gaat het weer met de trein of een vliegtuig, komt het weer bij ons in Nederland. Waar het ook weer ergens wordt opgeslagen in eerste instantie. En via een bepaalde vervoersketen weer bij ons in de winkel terechtkomt. Dus zo'n t-shirt wat wij kopen bij bepaalde ketens, heeft soms al meer dan 28.000 kilometer afgelegd over de wereld voordat het bij ons in de schappen ligt. En dan kost het nog eens een keertje soms maar 4 of 5 euro. En het is natuurlijk heel interessant om te bedenken, ja, zijn al deze stappen nou nodig? En wat voor waarde voegen deze stappen nou toe? En in de huidige economie doen we dit, omdat je natuurlijk, we hebben lagere loonkosten, transport is heel goedkoop. Dus het is gewoon rendabel op dit moment om dit soort transportketens in stand te houden. Terwijl je natuurlijk kan afvragen, wat is nou de echte toegevoegde waarde van elke stap? Wat heb ik daaraan als consument? En een van de mogelijkheden die hier natuurlijk achter ligt is van, ja, wanneer gaan we een echte prijs berekenen, hè, voor dit soort producten? Wanneer gaan we bijvoorbeeld milieukosten meenemen in onze kostprijs? Zodat we dan eigenlijk erachter komen dat deze keten natuurlijk veel en veel te duur is. Want dan zullen we ook die verandering gaan herkennen, hopelijk, binnen onze transportketen. Ik heb
We hebben een korte vlog gemaakt over glocalisering en die legt het nog eventjes ietsje verder uit. Die wil ik even met jullie delen. Goedemiddag allemaal en welkom bij Fur of the Future. Elke week heb ik een afspraak met een van hen om te praten over hun toekomstvisie 2050. Deze week heb ik een afspraak met Neeltje en we gaan het hebben over glocalisering. Dit is alweer de laatste film in deze reeks. Mocht je nou benieuwd zijn naar alle andere visies van het klimaatuit, kijk dan even hier. En Rob weer. Ben je klaar voor de lokale wereld in 2050? Ik denk het wel, maar ik ken globaal en lokaal. Wat is globaal precies? Dat is eigenlijk een combinatie van beide. Dus kennis wordt globaal opgedaan en globaal gedeeld en lokaal wordt toegepast. En dat heeft dan weer allerlei gevolgen. Oké, dus dat ga jij me laten zien? Dat klopt. Maar daarvoor moet ik iets dichterbij die containerschip komen. Dus ga maar mee. Hey, nog hier. Zie je dit vrachtschip achter ons? Ja, hij ziet er aardig imposant uit. In deze tijd is het 2050 bijna niet meer zien. In 2050 neemt het transport van grondstoffen en goederen af. We gaan over naar het transporteren van kennis. Deze kennis uit het wereldwijde kennisnetwerk wordt vervolgens lokaal toegepast. En wat is daar precies de oorzaak van dan? Nou, er zijn een aantal dingen. We gaan lokaal produceren. We hebben ook lokale grondstofwinning. Plus technologische ontwikkelingen helpen daar heel erg bij. Daarnaast gaan we voor slimme goederen overslag. Kijk, hier worden de eerste stappen van slimme goederen overslag al gemaakt. En daarnaast worden lokaal geproduceerd in de productielijn. De productie van goederen is in 2050 dicht bij huis. Aan de rand van de stad bevindt zich de productielijn. Benodigde grondstoffen die niet uit de recyclefabriek komen, worden aan de rand van de productielijn aangeleverd. Overgebleven goederen worden via de rand ook weer afgevoerd. Dit vindt volledig door de lucht plaats via verticaal opstijgende voertuigen. Ja. Dit was dus een stukje uit onze vlog over glocalisering. En dan is natuurlijk ook de grote vraag, ja, hoe komen we nou naar die nieuwe wereld? Hè? Welke stappen kunnen we nu gaan zetten? Want het is natuurlijk een enorme opgave om van de huidige situatie, waarin we die transportketens kennen, die manier van consumeren, onze kostprijsberekeningen, naar die globale wereld. En wij hebben ook in ons boek, wij realiseren ons ook dat we daar niet zomaar komen. En we hebben ook gezegd, dat zullen we stapsgewijs moeten gaan doen met elkaar. En de eerste stap, tot en met 2025 ongeveer, gaat vooral om het stimuleren van die lokale economie. Hoe kunnen we nou die lokale ondernemer steunen? En je ziet het al in de huidige tijd, dat we daar eigenlijk al ook weer een beetje naartoe gaan. Hè? Hoe kunnen we zorgen dat we onze lokale ondernemers wat meer steunen in deze coronatijd. Maar ook, het gaat ook over hubs rondom de stad organiseren. Dat is dus ook een eerste stap naar een andere manier van transport. En daar zal Suzanne straks wat meer over vertellen. Maar bijvoorbeeld een andere iets is, ja, die last mile vervoersmiddelen, hè? Dus de elektrische stepjes, gaan we die terugzien in ons straatbeeld? En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die allemaal al gebeuren en die er ook allemaal al zijn. De volgende stap zou dan zijn, hoe creëren we vervoer op maat? Hoe gaan we goederen vervoeren? Hè? Kunnen we drones inzetten, zoals jullie net al op het plaatje of in het filmpje zagen, om vanuit die productiering spullen bij ons af te leveren thuis. In hoeverre kunnen we batterijen gaan gebruiken om te zorgen dat onze energie weer in balans komt. En vooral wat belangrijk is en waar we al natuurlijk erg veel mee bezig zijn ook allemaal, is CO2-neutraal vervoer. Hè. Zorgen dat we die vrachtwagens op een CO2-neutrale manier ook kunnen organiseren met elkaar. De volgende stap zou zijn, ja, die productiering rondom de stad vormgeven. Dus dan komen er echt overslaghubs, er komen grondstoffabrieken aan de rand van de stad. Dus op die manier gaan we zorgen dat die productiering en dat lokale produceren al veel meer georganiseerd wordt rondom die stad.
En dan kunnen we in de laatste fase, rond dat we bijna in de buurt van 2050 komen, kunnen we gaan genieten, zeggen we ook met elkaar. En dan komen we in die glokale wereld. Dus dan betekent het dat we op een modulaire manier met elkaar reizen. Dus we hebben verschillende soorten vervoersmiddelen die op elkaar afgestemd zijn. Maar we hebben ook een kennissysteem wat we met elkaar kunnen delen, wat door de overheid gereguleerd wordt of bewaakt wordt. En Nederland is dan hopelijk volledig zelfvoorzienend. Dus het is vooral goed om te realiseren, we kunnen niet in één keer van het ene naar de andere stap, maar er zijn wel kleine stappen nodig om naar die glokale wereld toe te bewegen. En dit was mijn verhaal voor vandaag. Even kijken, zijn er vragen, Rogier? Of mag ik jou het woord weer even geven? Ja, zeker mag jij mij het woord weer geven, Marije. Dankjewel voor deze talk. Erg interessant om de verdieping in te gaan op het thema glokalisering, dus dank daarvoor. Ik zie dat er nog geen vragen zijn binnengekomen. Je kunt je vraag gewoon stellen, doe dat vooral. Dat kan ook nu nog. Dus stel je vraag aan Marije als je er eentje hebt. Ik heb nog wel een vraag voor jou, Marij. Namelijk als volgt. Je had het over de keten. Hè, dat we die stappen in de keten eigenlijk moeten gaan reduceren. Maar als we nou gewoon zorgen dat alles CO2-neutraal vervoer wordt, maakt het dan nog uit dat die keten zo lang is? Ja, dat is natuurlijk wat ik ook al aangaf. Hè. Je moet je natuurlijk eigenlijk afvragen of al die stappen überhaupt nodig zijn in de keten. En het is ook de kunst om te kijken, wat is de toegevoegde waarde van elke stap? En voegt dat iets toe? Kijk, en op dit moment zit die veel meer op dat er voor het product eigenlijk niet zoveel waarde wordt toegevoegd. Maar dat er vooral voor de ondernemer of de schakel die ertussen zit, dat die daar geld aan verdient. Dat is nu vaker de waarde dan, maar niet vanuit het waardeperspectief voor de klant. Zeker als we naar een echte pricing toe gaan, dus als we echt die kostprijs, als we daar ook milieu-impact in gaan meenemen, en die bewegingen zie je natuurlijk wel ook gebeuren, dan is het maar de vraag of deze keten, of deze transportketen überhaupt stand houdt. Want dan gaat het gewoon veel te veel, dan gaat die kostprijs wordt dan veel te hoog. Dus ik denk dat dat wel ook mee gaat werken dan, op die manier. Ja, ja, dat denk ik ook. Dus eigenlijk wat je zegt, hè, de stappen die voegen geen waarde toe voor de klant. Ja. Die kunnen we er als het ware net goed uitlaten. En die kostprijs, hè, is dat iets wat op korte termijn al geïmplementeerd zou kunnen worden, denk je? Nou, ik ben daar niet een voorstander van om in deze fase dat al allemaal door te gaan rekenen. Want wat je dan ziet is dat we misschien ook dingen heel erg gaan belemmeren. En we zitten eigenlijk nog heel erg in de fase van, laten we eens proberen inzicht te krijgen met elkaar in wat mijn uitstoot eigenlijk is als organisatie bijvoorbeeld. En als we nu al gaan zeggen, we gaan daar belasting over heffen of we gaan daar een soort strafmaatregelen op nemen, dan vraag ik me wel af of dat nou de juiste beweging gaat creëren. Ik denk wel dat we er ooit naartoe zullen gaan bewegen, maar op dit moment lijkt me dat niet een goede manier. Want je wil eigenlijk op dit moment dat iedereen inzicht creëert, bewustwording krijgt en daarop actie gaat ondernemen. En op het moment dat we het gaan belasten of beprijzen of wel iets dergelijks, zal dat afgeremd worden naar mijn mening. Ja, dus stap voor stap is het dan klaar. Ja. Ik zie Suzanne, jij zet je hand op. Je hebt een vraag. Mag ik jou het woord geven? De microfoon moet nog even aangezet worden bij Suzanne thuis. Oh jee, begeerling. Ja. Ik had twee vragen eigenlijk, als het kan. Allereerst over, ik hoor je zeggen, kunnen we het niet CO2-neutraal gaan organiseren? En dan blijf ik altijd, of ik word getriggerd door het woordje neutraal. Denk je dat dat voldoende is? En daar bedoel je mee dat we ook mogen compenseren? Of je bedoelt... Dat is eigenlijk wat ik, als ik hoor neutraal, dat betekent... Ja. We blijven vooral doorgaan met wat we doen, maar ik plant ergens ver weg een paar extra bomen. En dan praten we er niet meer over. Dus ik vraag me af,
is dat inderdaad de weg die we moeten gaan bewandelen? Of kunnen we misschien niet anders? Dat kan ook. Nee, je hebt gelijk. Dat betekent, hè, wat we met CO2-neutraal vervoer bedoelen, is natuurlijk dat je eigenlijk groen vervoer hebt. Dus dat je geen CO2-uitstoot hebt vanuit je vervoersbewegingen. En niet dat we alles in stand houden en vervolgens heel veel bomen gaan planten met elkaar. Dat ben ik helemaal met je eens, Suzanne. Dat is niet de intentie. Grote plaat natuurlijk wel, hè? Dan uiteindelijk stoten we minder uit met z'n allen. Ja. Maar als je dan heel erg naar je eigen omgeving kijkt, ja, dan gebeurt er natuurlijk niet zo heel veel anders. Nee. Oké, okay. En de andere vraag die ik had, ik denk heel, heel mooi als we meer inzicht krijgen van wat zijn die kosten nou daadwerkelijk, hè? Dat we dat allemaal beter inzien. En ik vraag me wel af hoe jij de rol van de consument hier ook inziet. Je bedoelt als de prijs dan daardoor ook omhoog gaat, als het ware. Dat zou kunnen, ja. Dus welke rol heeft de consument om hier iets in te veranderen? Het is de ondernemers, maar het is ook zeker de consument. Hè. Je wil natuurlijk ook graag bewustwording bij de consument realiseren. Dat als zij besluiten om die aankoop te doen in China, dat bepaalde consequenties heeft. En ik zei laatst ook tegen een vriendin die had iets besteld bij AliExpress. En toen zei ik, ja, het is misschien voor jou heel goedkoop, maar besef je eigenlijk wel wat dat aan CO2-uitstoot heeft gebracht voor dat ene kleine dingetje wat jij nu daar vandaan haalt? En toen zei ze, oh ja, daar denk ik eigenlijk nooit zo over na. Misschien moet ik daar toch de volgende keer anders over denken. Dus ja, natuurlijk zit er ook wel een rol voor de consument. Maar de vraag is of wij natuurlijk, wij worden ook beïnvloed door de ondernemers en de manier van produceren op dit moment. En eigenlijk de massa waarmee we een soort van verleid worden tot kopen. Ja, ja ik ben eens. Wat we zien in fashion is dat er wel steeds meer beweging komt. En in sommige webshops zie je ook dat het iets van ver weg komt. Ja. Wat ik wel al een mooie stap vind in bewustwording. Van realiseer, je mag het kopen met een mooie prijs. Maar realiseer je dat dit langer duurt of dat het niet zo duurzaam is. Ja. Want we moeten het van ver laten komen, zeg maar. Ja, en dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Want het is ook, als je zelf gaat proberen om te achterhalen waar spullen vandaan komen. Dat is soms ook al best wel moeilijk. Ik had toevallig gisteren ook nog met een collega over. Dan wil je iets hebben voor in je huis en je wil eigenlijk iets lokaals kopen. Maar het is soms wel moeilijk om te achterhalen, waar wordt het nou geproduceerd? Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Dus ook daarin, die transparantie en die informatie daaromtrent, dat is ook belangrijk. En daar zullen we ook wat meer naar moeten gaan vragen als consument. Want dan gaan we ook zelf die beweging creëren. Ja. Oké, dankjewel voor je vraag, Suzanne. We gaan nog niet naar jou, we hebben nog één talk ertussen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk even het woord geven aan Ellie. Want Ellie heeft ook het een en ander bijgehouden, deze talk. Ze is even haar scherm aan het delen, zodat ze kan laten zien wat ze heeft gemaakt. Marijn, in ieder geval hartstikke bedankt voor jouw talk. Graag. En dan wil ik het woord geven aan Ellie, als ze zover is. Ellie is bijna zover. Even kijken, als het goed is zien jullie nu mijn scherm. Ik was de laatste wolkjes nog even aan het inkleuren, maar dat mag de pret niet drukken. Marije, je zei het heel mooi, balanceren tussen de klimaatuitdaging en het economisch model. Dat is ook eigenlijk waar de talk over ging. Vanuit het klimaathart zeggen we, we moeten van globaal naar glokaal om in balans te komen. Wat houdt dat in? Dat is de transportketen verkleinen om CO2-uitstoot te verminderen. Je gaf heel mooi het voorbeeld van de t-shirt. Het katoen wat geproduceerd wordt, het garen wat van het katoen wordt gemaakt, het t-shirt wat gemaakt wordt en uiteindelijk komt die in Europa in de winkel terecht voor... Een klein bedrag. Daarnaast is verpakken en ompakken ook een behoorlijke keten die we kritisch moeten bekijken. Is het nou allemaal wel nodig en van waarde voor uiteindelijk het eindproduct? We hebben gekeken naar de vlog van gelokalisering. En daarna eigenlijk een heel mooi concreet stappenplan. Wat zijn de dingen die we nu moeten gaan doen om dit te realiseren? Het begint allemaal met meer werken met lokale ondernemers. Meer lokaal gaan doen. Daarna kijken naar het vervoer van de goederen, zorgen dat dat op maat is en
CO2-neutraal durf ik nu niet meer te zeggen, maar dat het groen is. Lokaal produceren is de stap die daarna is, die daarna komt. En vervolgens hebben we een eigen kennissysteem en zijn we als Nederland zelfvoorzienend. Nou, de vragen die daarbij komen, als de hele keten CO2-neutraal is, maakt de omvang van die transportketen, maakt die dan eigenlijk nog uit? Ja, want de vraag is eigenlijk of het wel waarde toevoegt om al die stappen in de transportketen te behouden. Ik sla er even eentje over, want die hangt ook heel mooi samen met de vraag van Suzanne. Is CO2-neutraal vervoer dan voldoende? Nee, een aantal bomen planten is zeker niet voldoende. Het gaat echt om groen transport. Dus de hele keten moet van zichzelf groen zijn en niet gecompenseerd worden met een paar mooie bomen. Moeten we milieubelasting meenemen in de prijs? Milieubelasting op dit moment werkt nog als een strafmaatregel. En of straffen nou de juiste manier is om de verandering vorm te geven, dat is de vraag en nu nog niet. Welke rol heeft de consument als het gaat om deze keten? Bewuster kopen en vooral weet waar je product vandaan komt en welke route die heeft afgelegd. Dat was het hem, dankjewel. Dankjewel Ellie voor deze toelichting. Voordat we doorgaan naar de tweede talk, ik zag dat er nog een vraag bij ons komen via de chat van Guido. Guido, vanwege de tijd wil ik deze heel even overslaan. Ik zal wel zorgen dat jouw vraag bij Marije komt en die zal me ook beantwoorden. En bij de tweede talk ben jij als eerste aan de beurt, Guido. Dus dan stel ik voor dat we doorgaan naar talk nummer 2 van vandaag. Benjamin, ben je er klaar voor? Mag ik jou het woord al geven? Zit je in de... Ja? Ik ben er. Dat is mooi. Nou, kijken of het bij mij werkt. Ja, ik hoor in ieder geval helemaal goed. En u ziet scherm? Ik zie je scherm, ja. Luid en duidelijk. Fantastisch. Oké, hallo allemaal. Ik ben Benjamin Spekker. Heel erg bedankt dat ik hier een verhaaltje mag komen vertellen. De komende 10, 15 minuten. ik ga het dus hebben over de Resilient City Stap. Dus ook zo even introduceren. En over grondstofstromen in de toekomst. Allebei best grote onderwerpen. Waar ik de hele dag voor zou kunnen nemen. Zeker het grondstofstromen in de toekomst. Dat is natuurlijk gewoon een studieonderwerp aan zich. Maar we gaan kijken of we het in 5 minuten kunnen plakken. Heel kort. Wie ben ik? Ik ben ooit gepromoveerd op kritieke materialen. Dat zijn de soort van grondstoffen die en heel belangrijk zijn om de een of andere reden en die problematisch zijn om te krijgen. Dat is eigenlijk de definitie. Als je die twee hebt, dan noemen we het samen kritiek. En ik heb een tijdje in Japan gezeten, want Japan is zich altijd extreem bewust van grondstofafhankelijkheid. Toen ben ik naar Yale gegaan, heb ik een tijdje voor het Amerikaanse leger onderzoek gedaan. Super interessant, ik ben milieukundige en dan zit je bij het leger. Heel andere tak van sport, maar die maakt zich natuurlijk ook enorm zorgen over grondstoffen. En nu ben ik universitair docent bij het CML, Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden. En binnenkort, over een maand of twee, stap ik over naar industrieel ontwerp in de TU Delft. Ik zet het er alvast bij. En dit is een plaatje van mijn proefschrift. Niemand leest het ooit, dus ik denk, nou, zet ik het op de slide, dan heeft het tenminste nog enig nut gehad. En ik wil het hebben over de Resilient Cities Hub dus. Dat is een projectje wat ik heb opgezet met een paar collega's. En het is eigenlijk het idee ervan is om met studenten onderzoek te doen in de stad waar ze in studeren. Dus we werken samen met de gemeente Leiden, we werken samen met de gemeente Den Haag. En dan gaan we echt de problemen van die stad proberen op te lossen door gewoon elke keer met een ambtenaar te praten en te zeggen oké, hoe gaat het nou? Wat voor duurzaamheidsuitdagingen hebben jullie de komende jaren? En kunnen we daar studenten op zetten? En bij de duurzaamheid resilience denk ik dan aan energietransitie, circulaire economie, mobiliteit, de rol van groen in de stad. En die partners brengen dus die onderzoeksvragen in en dan koppelen we daar studenten aan. En brengen we wat funding mee, zodat we meer begeleidingstijd hebben. En dan hebben we iets van 15 cent per jaar. En ik denk waarom dit zo interessant is vanuit het thema lokalisering. Als ik het invul vanuit mijn eigen hoek, is wetenschap eigenlijk intrinsiek niet echt een lokaal iets. Dus heel veel mensen zijn zich daar misschien niet zo bewust van, of denken er überhaupt nooit over na. Maar wetenschap is
by definition gaat het over de dingen die waar zijn voor iedereen. Hè? Dus alleen omdat Leiden een probleem heeft, betekent niet dat het wetenschappelijk relevant is. Het is pas relevant als je kan uitzoomen en kan zeggen, ah, dit stukje kennis wat we hiervoor nodig hebben om een probleem op te lossen, dat is eigenlijk van universeel waar, dan bestempelen we het als wetenschappelijk interessant. En als het gewoon ja, mismanagement is of iets dergelijks, zeg, nou oké, dat is nog steeds een reden waarom Leiden of Den Haag misschien wel niet circulair wordt, maar dat heeft verder niet veel met wetenschap te maken. En dan krijg je een soort van tension, een probleem, want wij voelen natuurlijk allemaal de behoefte om niet een soort van abstracte dingen te roepen over de wereld in het algemeen, maar ook echt de stad, ik woon zelf in Den Haag, gewoon Den Haag te helpen om duurzaam te worden. Ja, hoe doe je dat? En dat is, ik zal jullie een paar voorbeelden geven hoe we dat proberen op te lossen. En een van de dingen die ik doe is door studenten als ze gaan afstuderen, door ze de hele tijd in contact te brengen met verschillende stakeholders in de stad. En met stakeholders, weet je, vaak laten ze dan een presentatie geven en dan komt zo'n gemeenteambtenaar naar het klaslokaal, vertelt een verhaaltje en dan hebben we onze lokale stakeholder gedaan. Maar hier probeer ik veel meer echt interactie op te zoeken. Dus hier zie je Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. En die gaat met studenten in gesprek over hun onderzoeksvraag. En wat kan je daar nou mee vanuit de gemeentelijke politiek? Heeft dat nou nut om dit te... Ja, de ambtenaar heeft er wat aan, maar kan je nou als politieke partij daar op basis daarvan boze vragen stellen of zo? En hier hebben we het tegenovergesteld. Dit is een lobbyist uit het bedrijfsleven. Je ziet gelijk een mooi driedelig pak. En die vertelt aan studenten van oké, vanuit het bedrijfsleven, ik noem maar wat, een PostNL. Dan willen ze natuurlijk gewoon shareholder value creëren, maar ook meedoen aan hun maatschappelijke debat. En dat vooral vormen in het voordeel van het bedrijf. Hoe doet zo'n bedrijf dat nou? En dan gaan ze daarover in gesprek met die studenten en hun scriptie en hoe je scriptie kan worden gebruikt vanuit dat perspectief. En dat werkt. Dat is heel leuk. Dus studenten worden vaak uitgenodigd om te spreken bij de gemeente. En dit is in de raadzaal van Den Haag. Nou, daar ben ik heel trots op. Dat ze het zo goed hebben gedaan dat ze mochten presenteren aan de gemeenteraad. Superleuk. En gewoon even wat voorbeelden van type werk wat we doen. En eigenlijk mijn oplossing om dat lokaal en toch globaal type zeg maar, onderzoek te doen, is door kaarten te maken, GIS-kaarten. GIS-modellen, nou, ook geen tijd om goed op in te gaan, maar wat je doet met GIS-modellen, maak je een soort van generiek model voor hoe bepaalde dingen zouden moeten werken in de wereld. En dan krijg je allemaal lokale data. Dus GIS-data staat voor geospatial data, bijvoorbeeld over de gebouwde omgeving van de stad. En dan stop je dat in zo'n model en dan krijg je dus een globaal model dat hele lokale uitspraken doet. En in dit geval zie je een plaatje van energietransitiemodel wat iemand gemaakt heeft voor Den Haag. Vergelijking van hoge temperatuur, lage temperatuur, warmtenetwerk en heatpumps, dus warmtepompen. En wat dat doet in termen van CO2-reductie. En dit is dan de wijk waar die student in woonde. En zie je, dus, ja, je ziet het niet zo goed, maar er zijn best wel wat verschillen tussen hoeveel CO2 je bespaart. En dan kan je dus uitzoomen en dan kan je het voor de hele stad Den Haag doen. En dan zie je best wel een soort van patronen. Zie je dat als je een bepaalde technologie toepast, dat op sommige plekken in de stad dat een heel ander effect heeft dan op andere plekken. En dan kan je je voorstellen dat als je dit voor verschillende steden gaat doen en verschillende technologieën, dat je dan best wel interessante beleidsuitspraken kan doen. Dus dit is een ander onderzoek dat we hebben gedaan. Dit is een kaart van Leiden. We hebben gewoon uitgerekend waar zou je een extra fietsrek moeten neerzetten, gegeven waar mensen wonen, hoeveel ruimte er is, waar al auto's staan, et cetera, et cetera. Van, okay, als je nou één extra fietsrek zou moeten plaatsen, waar kan je dat dan doen? Precies op de coördinaat nauwkeurig, wat dan in theorie het meest efficiënt zou zijn. En deze vind ik ook leuk. Laatste voorbeeld, groene infrastructuur in de stad Leiden. Je hebt drie problemen eigenlijk die we oplossen met groene infrastructuur. Stedelijke hitte-eilandeffect, fijnstof, dus gewoon luchtvervuiling en overtollig regenwater. En wat interessant aan is dat dat super lokaal is. Dus zo'n overstroming, dat is natuurlijk de ene straat wel overstroomt en de andere niet. En het eilandeffect ook, dat gaat vaak op 100 meter, 200 meter, kan je al verschil voelen. En fijnstofconcentratie is natuurlijk ook, wat je op die kaart hier ziet, dat zijn grote wegen. Dus fijnstof, als je naast een weg staat, is dat veel erger dan als je 500 meter verderop staat. En dan is de vraag, okay, als ik extra groen ga neerzetten in zo'n stad, ofwel op een dak, want Leiden staat helemaal vol, of dat je toch investeert in een nieuw parkje, waar moet je dat dan doen? Gegeven al die verschillende dingen die lokaal enorm veel verschil uitmaken. Daar kan je nog veel meer data toevoegen, zoals waar wonen mensen, waar is al groen, allemaal van dat soort dingen.
En dan krijg je dus dit soort kaartjes. Is per wijk in Leiden. En dan zeg je, nou, stel dat ik die drie problemen even belangrijk vind, krijg je kaart A. En als je nou zegt, nee, ik wil veel lokaler gaan kijken. Ik wil ook nog eens een keer kijken van, wat voor nut heeft echt het type groen wat ik daar kan neerzetten. Want hier is plek voor een park en daar is plek voor een dakterrasje. Dan kun je een andere beweging maken met dezelfde data. En dan zie je dat het wel op elkaar lijkt, maar toch bepaalde verschillen zijn. Waardoor je toch je beleid veel effectiever kan maken. Omdat je niet meer voor een hele stad of een hele provincie gaat kijken, maar gewoon echt zegt, oké. En je zou het zelfs voor per huis kunnen doen, maar ja, om eerlijk te zijn, ik denk niet dat onze modellen op dit moment daar goed genoeg voor zijn. Maar goed, dat soort dingen. Dus dit zijn eigenlijk voorbeelden van hoe je met onderzoek globale datatypes en modellen en globale kennis extreem lokaal kan inzetten. En kaarten zijn gewoon cool, vinden mensen leuk om naar te kijken. En dan nu over naar het stukje grondstoffen, dat is ik ook gevraagd om over te praten. Dat is een type onderzoek wat ik al heel lang doe. En ja, wat je hier ziet, dit is dus dit zijn de grondstofstromen van Europa. Ik denk, laten we even helemaal uitzoomen van Centrum Leiden naar de Europese Unie. 2014, miljard ton per jaar, Sankey-diagram, waar je gewoon ziet van, dit is al het spul wat Europa in en uit gaat. Heel erg globaal, helemaal niet lokaal. Gisteravond vond ik dit een goede grap, gewoon niet KOH, maar. We hebben het ingedeeld in vier, dit is gemaakt door de Joint Research Council, mijn collega's bij de Europese Unie. Vier typen materialen, gewoon omdat je kan niet inzoomen op t-shirts als je op deze schaal gaat kijken. Dus non-metallic minerals, dat zijn steen, beton, zand, metal ores, dus alle metalen. Fossil energy carriers, dus alle fossiele brandstoffen, kolen, gas, olie en biomassa. En zie je, wauw, oké, ten eerste, dat is echt heel veel materiaal. Dus er wordt elk jaar 5,8 miljard ton materiaal. Domestic extraction betekent dat het uit de EU zelf komt. En import betekent dus dat het van buiten de EU komt. En dat is heel veel. Een heel groot deel gaat de lucht in, emissions to air. Dat is eigenlijk al die CO2-uitstoot waar we het over hebben. Niet goed, zouden we niet moeten hebben. Een heel groot deel gaat de societal stocks in. Dat is eigenlijk de opbouw van de bebouwde omgeving. Dus in Nederland willen we 1 miljoen huizen erbij maken. Nou, daar hebben we veel materiaal voor nodig. En dat gaat dan niet in hetzelfde jaar of een jaar daarna weer weg. Dus dat bouw je dan op. En vanuit dat perspectief van glocalisering, en zeker dat verhaal wat we nu net hoorden voor mij, ja, dit is precies dat probleem van waar komt het allemaal vandaan? Er wordt eenmaal rondgesleept over de hele wereld. Er gebeurt van alles mee. Ik bedoel, dit ziet er nog redelijk beheersbaar uit. Daarom laat ik ook dit plaatje zien. Maar als je echt probeert zeg maar in te zoomen op al die materialen, dan is het echt overweldigend ingewikkeld. En vaak ook, ik wil niet zeggen nodeloos, want ik bedoel, niemand gaat voor lol met 1 miljard ton materiaal slepen. Maar het zou wel met een stukje minder kunnen. Dus dit is hoe het er nu uitziet. Niet goed. Nou heb ik ook nagedacht over hoe het er in 2050 zou moeten uitzien. Ik vond dat echt een hele moeilijke vraag. Want ik kan natuurlijk allemaal hele wervende verhalen houden en mooie plaatjes laten zien van inspirerende plaatjes van artist impressions van de wereld in de toekomst. Maar ik probeer toch een beetje, wat kan ik nou als wetenschapper waarmaken? Wat voor uitspraken kan ik waarmaken? Dat zijn er niet zoveel. In elk geval stap 1, fossil energy materials, als we naar die vier stromen kijken. Nee, die gaan er natuurlijk helemaal uit. Hopelijk hebben we daar nul meer van nodig. Waarschijnlijk zal het nog wel een klein beetje zijn, maar laat de optimist zijn. Geen fossil energy materials meer, geen olie, geen gas, geen kolen. Dan hebben we de non-metallic minerals. Dus alle echt hele grote, zware bulkmaterialen. En wat je al zag, dat is eigenlijk meer dan 50% van al het materiaal waar we het over hebben. Dus wij zijn heel erg geneigd om het te hebben over de dingen die we zien of voelen of aan hebben. Zoals rietjes, die we dan niet van plastic maken, maar van bamboe. Of inderdaad de t-shirts die we zelf dragen op ons voedsel. Want ik had het voedsel ingediept waar ik over nadenk bij lokaal. Want ja, weet je, dat is toch waar je mee in aanraking komt. Maar uiteindelijk, de echte materiaalstromen, meer dan 50% gaat over zand en beton en zo. En dat is al vrij lokaal, gewoon dat het geen nut heeft om daar heel ver mee te slepen.
Dus dan weer veel minder. Dus grondstofstroom is gewoon, die grondstofstroom gewoon radicaal geminimaliseerd. Door gewoon niet meer zo materiaal intensief te leven eigenlijk. Dus met hout bouwen en gewoon veel minder beton. Als je bijvoorbeeld auto's eruit knalt, gewoon geen auto's meer hebt, heb je echt heel veel minder shit meer nodig. Weet je, je hebt veel minder metalen, veel minder snelwegen, al die dingen die in die snelwegen stopten onder. Je hebt veel minder, een derde als je een gebouw maakt, dus het een derde van beton zit vaak in de garage onder zo'n hoog gebouw waar je de auto's in parkeert. Nou, dat soort getallen ben je allemaal kwijt. Biomassa ook heel interessant. We gebruiken nu dus best wel veel biomassa, wat je zag, zeg maar een derde van al het materiaal is biomassa. Nou, dat willen we gewoon houden, want biomassa is super interessant. En echt, als je kijkt naar 2050, ik zou het heel leuk vinden als we dan een carbon-based economy hebben. En dan heb ik het niet over biomassa dus verstoken of zeg maar over ons voedsel. Dus een bio-based economy, maar echt carbon-based. En dan kun je dus echt nadenken over vervangen van metalen met koolstof. Nou, super high-tech, duurt nog minimaal. Toen ik 10 jaar geleden daar colleges over kreeg, toen zei ze, nou dat duurt nog 40 jaar. Dus optimistisch gezien zou dat dus moeten lukken in 2050. Maar dus dat je echt computers hebt met computerchips die gebaseerd zijn op chips die niet meer metalen en silicium gebruiken, maar gewoon koolstof. Als je alles op koolstof baseert, dan heb je best wel gave mogelijkheden om gewoon helemaal binnen de planetary boundaries te blijven. Heel cool. Dat zou leuk zijn als dat lukt. En metalen, nou, dat is een interessante vanuit het geolocaliseringperspectief. We hebben natuurlijk nauwelijks metalen in Nederland. We hebben ook nauwelijks een metaalindustrie. We hebben nauwelijks metaalproductie, nauwelijks recyclingcapaciteit op dit moment. Maar metalen zijn echt super belangrijk voor onze maatschappij. Je kan het echt niet onderschatten waar je dat allemaal voor nodig hebt. Zeker als je de hele set neemt. Dus ik denk niet dat je echt lokaal hiermee zou kunnen werken, maar je kan wel veel minder gebruiken. En je kan naar 99% recycling gaan. En hier is het natuurlijk altijd interessant van, oké, moet je dat echt lokaal gaan doen? Of heb je genoeg aan één voor neodymium of hafnium of zo, van die metaaltjes die niemand kent? Kan je ook gewoon één recyclingcentrum neerzetten voor Noordwest-Europa? En dan ben je er al. Terwijl voor andere dingen, zoals staal, zou je misschien veel lokaler kunnen werken. Dus dat hangt er echt vanaf welk metaal je naar kijkt en hoe groot die zijn. En tot slot, ik denk nog, er zijn twee plaatjes. Als ik denk over de toekomst, over de wereld van 2050, dan zijn er twee plaatjes die altijd bij me opkomen. Die ik soort van denk, dit is hoe de toekomst, zeg maar, dit is twee plaatjes die de toekomst goed zijn. Ik weet niet of de toekomst zo gaat zijn, maar dit is een beetje waar ik over nadenk bij de toekomst. Aan de ene kant de New Yorker, best wel een oud plaatje al, prachtig. Yes, the planet got destroyed, but for a beautiful moment in time we created a lot of value for our shareholders. Nou, enigszins cynisch, maar dit is wel echt de kern van het probleem. En zeker in zo'n, dit is echt een jaren oud plaatje, maar als je naar zo'n coronacrisis kijkt en je ziet dat de hele wereld op schat ligt en de beurswaardes gewoon stijl omhoog gaan, dan denk ik, nou, dit is nog steeds more true than ever. En aan de andere kant van Richard Baldwin, vond ik ook leuk, want zijn boek, ik ben nu aan het lezen, heet The Globotics Upheaval. En Globotics lijkt natuurlijk een beetje op globalisering, hetzelfde woordspel. En die schrijft heel erg over dat het super moeilijk is voor mensen om de toekomst te voorspellen. Omdat wij nadenken in termen van die oranje lijn. Dus allemaal van die lineaire, hoe we denken dat dingen veranderen. En de echte wereld, en zeker als je gaat naar virtueel en technologisch en zeg maar digitale technologieën, dan heb je van die extreme S-curves. En wat je nu ziet gebeuren, dat wij in, we hebben er al een paar gehad, maar zeker in de komende 10 jaar gaan een aantal van dit soort transities komen met globalisering, helaas dus niet lokalisering, maar juist globalisering en het gebruik van machine learning, AI, dingen virtueel maken, waar die veranderingen in de maatschappij eerst heel langzaam lijken, veel langzamer dan je zou willen. Ik heb nu een virtual reality bril, nou, die vind ik veel te langzaam ontwikkelen. Ik ben helemaal niet blij mee hoe langzaam dat zich ontwikkelt. Maar tegelijkertijd, dingen zoals machine learning en AI, dat gaat eigenlijk ongelooflijk hard. Veel harder dan ik ooit had kunnen verwachten. En er komt op een gegeven moment zo'n moment, zo'n holy cow moment noemt hij dat. Te denken van, wauw, de toekomst is nu en dit gaat allemaal veel sneller dan ik had verwacht. En dat is niet het moment dat die verandering stopt met veranderen. Maar dat is juist het moment dat zo'n verandering dooraccelereert. En daarom is het heel moeilijk om iets te zeggen over hoe de wereld er 2050 uitziet.
We hopen dus dat het echt heel erg anders gaat zijn dan wat we nu denken dat het uit gaat zien. Nou, en daarmee laat ik jullie achter. Mocht er nog vragen zijn, ging ik volgens mij nu wat vragen doen, maar ik kan me altijd een mailtje sturen op sprecher@cml.leidingnu.nl. Bedankt, dat was het. Ja, dankjewel Benjamin. Een hele leuke talk. Ik moet zeggen dat mijn aandacht de hele tijd bij was. Dus dankjewel daarvoor. Ik zie dat Marijn in ieder geval de hand heeft opgestoken. Voor de rest zijn er nog geen vragen in de chat binnengekomen. Ik heb nog wel de vraag van Giro samen de vorige keer. Die ik denk ik ook goed past bij jouw talk. Dus die ga ik zo meteen doen. Marijn, jij hebt een vraag. Ja, ik was wel benieuwd. In onze visie zeggen we dat kennisdeling een van de belangrijkste dingen gaat worden. Hè? En ik vroeg me af, in hoeverre delen jullie nu, deel jij als wetenschapper nu al kennis? Is dat allemaal openbaar? Of hoe gaat dat in zijn werking? Heel interessante vraag. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar in principe proberen we alles openbaar te doen. En zeker sinds het afgelopen jaar, ik bedoel tot een paar jaar geleden was het zo dat heel veel wetenschapkennis achter paywall zat. En dan moest je Elsevier voor geld betalen om een wetenschappelijke paper te lezen. Maar nu is dat allemaal verboden. Dus als iets met publieke geld is betaald, dan moet het open access zijn. Supergoed idee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat wetenschappelijk werk is uiteindelijk geschreven voor andere wetenschappers. Dus als je een van mijn papers leest, snap je er waarschijnlijk helemaal niks van. Dat is niet omdat ik slechte schrijver ben of zo, maar gewoon... Ja, je hebt een publiek en dat, daar, weet je, we besteden heel veel tijd om onze studenten te leren om te schrijven op een manier die past binnen. En dat is goed. Eerst dacht ik ook van, oké, moet je nou echt zo schrijven of zo, maar het is gewoon een andere rol. Ja. En dan die vertaling is moeilijk. Ja, om eerlijk te zijn, er is niet zo heel veel... Nou, deels komt dat dus omdat de kennis die wij maken is altijd heel algemeen. En dat, waar jij als ondernemer denkt, ja, wat moet ik hiermee? En dan zeg ik, ja, als wetenschapper, sorry. Een beetje pech, dit is wat het is. En dus komt het ook door... en dan zou je dus zo'n partij als TNO ertussen moeten hebben die dat die deling kan doen. En deels komt het ook gewoon, laten we eerlijk zijn, door zo'n extreme werkdruk die wij ervaren. Ik bedoel, we maken allemaal 70 uur werkweken. En het aantal studenten is dit jaar weer met 30% toegenomen. Het aantal uur wat ik heb om onderwijs te geven is niet met 30% toegenomen. En dan zeggen mensen, ja, moet de wetenschap nou meer gaan delen? Dan denk ik, ja... Moeten jullie maar niet de hele tijd stemmen op een politieke partij die elk jaar weer een klein beetje kaasschaafmethode toepast op ons budget. Ja, en toch denk ik wel dat de crux straks ligt in kennis en kunde. Hè? Dus de kennis hebben, de theoretische kennis, de wetenschappelijke kennis. Maar vooral ook, wat kan je daar dan mee en hoe kan je dat dan toepassen in de maatschappij? Dus wat kunnen ondernemers of wat kan de maatschappij er dan mee? En ik, ja, het zou wel mooi zijn als die twee werelden weer wat dichter bij elkaar komen, denk ik. Ja, maar ik vind het een hele moeilijke, een hele fundamentele discussie die je voert. Ja. Dit is gewoon niet waar wetenschap goed in is. Hè? Wij zijn heel goed in het bedenken wat er over 10 jaar zou moeten gebeuren. We zijn heel slecht in wat er volgend jaar zou moeten gebeuren. En een van de dingen die ook echt fout gaat in de wetenschapsdeling is dat je dan heel naïef denkt, nou dan plakken we gewoon bedrijfsleven en wetenschap aan elkaar. En dan gaan ze samenwerken en zitten ze in de kamer en dan komt het wel goed of zo. Dan krijgen we innovatie, halleluja. Maar dat gaat altijd fout. Om redenen die niet te ingewikkeld zijn, denk ik, om nu te bespreken. Maar ja, het is super interessant en super belangrijk. Ik denk eigenlijk dat de rol van wetenschap een beetje overschat wordt als je het hebt over de transities die wij nu moeten gaan doormaken als Nederland de komende 5-10 jaar. Om eerlijk te zijn. Mooi, dankjewel voor je vraag, Marijn. Ik wil toch nog even het woord geven aan Guido, want die zit al sinds de eerste talk met zijn vraag. Guido, mag ik jou nog heel even het woord geven om toch even je vraag te stellen? Ja, helemaal goed. Hoi Benjamin. Hey, ik hoorde jou even een hele andere vraag dan mijn eerste vraag. Ik hoorde een stukje over koolstof-economie. En toen dacht ik meteen aan het materiaal grafeen, die mogelijk metalen zou kunnen overnemen. Ja. Wat weet jij over grafeen? Nou... dat ze het ontdekt hebben met plakband. ik weet er wel wat over, maar grafeen is, ik bedoel, ja, je hebt helemaal gelijk. Grafeen is typisch een van de dingen waar je aan denkt als je een koolstof-economie die meer high-tech is dan gewoon CO2 gebruiken in kassen of zo, weet je, dat is ook koolstof. Maar, dus dit is heel cool. Ook heel moeilijk. Ik denk dat ze onlangs het eerste grafeenproductje gelanceerd hebben, maar
Ja, dat is echt quantum mechanica en zo. Ja, wat weet ik erover? Ik weet dat het typisch een van die dingen is die hype curve. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Zo'n plaatje van eerst heb je een hele grote hype. En dan belooft iedereen de wereld met grafeen van dezelfde dingen. En dan krijg je zo'n teleurstelling dal. En dat is een beetje waar we nu in zitten. Van we hebben er miljarden in gestoken en dat is eigenlijk nauwelijks niet uitgekomen. En nu zijn ze weer langzaam opkrabbelen en zijn de eerste grafeen dingetjes aan het opkomen. Maar grafeen is super gaaf materiaal, maar ook, nou ja, dat denk ik heel relevant voor 2050, maar niet voor 2025. Maar ja, goed gedacht, Guido. Dat is precies wat ik bedoelde. Ah, oké, leuk. Nee, dankjewel. Ja, dankjewel Guido voor je vraag ook. We gaan door naar de volgende talk, maar voordat we dat gaan doen, Benjamin in ieder geval heel erg bedankt voor jouw talk. En we gaan nog even naar Ellie, want Ellie heeft weer het een en ander op papier gezet. Ze gaat weer even de techniek opstarten om jullie mee te nemen in haar visual recording van Benjamin. Nou, ik heb het al een paar keer gezegd, maar jullie krijgen hem dus ook toegestuurd. En mocht je dus nog vragen hebben aan Benjamin, dan kun je ook even hier. Ellie. Ja, ik ben er klaar voor. De talk van Benjamin, universitair docent Resilient Cities Hub concept is die mee bezig. Eerste plaatje vond ik al mooi, dit stelde je heel snel, maar ik zie zo voor me dat je er staat met 15 studenten om je heen die allemaal onderzoek doen voor duurzame steden. Dat moet een drukke baan zijn, kan ik me zo voorstellen. Als je een heel mooi voorbeeld wat we hebben gezien is datakaarten gebruiken om duurzame vraagstukken te beantwoorden. En die kaarten kunnen heel lokaal zijn als in een deel van een stad tot echt op landelijk niveau uitgezoomd. Wat voor vraagstukken kun je dan met dat soort kaarten beantwoorden? Bijvoorbeeld waar moet groenvoorziening komen? Waar moeten we oplossingen implementeren voor regenwateropvang? Maar ook heel concreet waar moeten er eventueel fietsenstallingen bij komen? Zo dan gaan we kijken naar een stukje grondstofstromen. Er worden heel veel grondstoffen geïmporteerd. Grofweg in vier categorieën in te delen. De fossiele grondstoffen, de metalen, de biomassa en de overige mineralen die niet metalen zijn. Daar staat een heel mooi plaatje bij van hoe ingewikkeld die stroom in elkaar zit. Als je daarna kijkt naar hoe dat in 2050 eruit gaat zien. Fossiele grondstoffen zijn er helemaal uit. De mineralen gaan we zoveel mogelijk lokaal ophalen. De metalen worden voor het overgrote deel gerecycled. En er is sprake van een carbon-economie. Ga ik gelijk door naar de laatste vraag, die ik nog niet helemaal af heb. Maar is grafeen een van de grondstoffen die mogelijk is voor die carbon-economie? En het antwoord was ja, het is een gaaf materiaal, maar als je kijkt naar die transitie, dan is grafeen meer een grondstof voor 2050 dan 2030. Dat komt daar nog te staan. Twee hele mooie plaatjes waar Benjamin zijn top mee afsloot, waarbij de holy cow effect wel heel mooi is om te zien, wauw, het gebeurt nu. En ik denk dat dat iets is waar we met z'n allen wel wat meer bewust van mogen worden. De vraag, deel jij als wetenschapper nu al kennis die we kunnen gebruiken voor deze transitie? Heel mooi antwoord. Wetenschappelijke kennis is gemaakt voor wetenschappers. Dan kun je het dus hebben over de praktische toepasbaarheid. Maar wat wel gezegd worden, en dat heeft met allerlei factoren te maken, maar hier zouden we wel in kunnen groeien om deze kennis toepasbaarder en deelbaarder te maken. Dat was hem voor nu. Dankjewel. Dankjewel, Ellie. Voor deze mooie samenvatting. Knap altijd weer hoe je dat, die discussie op zo'n een mooie manier kan samenvatten. Het is tijd om door te gaan naar de laatste talk van vandaag. En Suzanne zit er al helemaal klaar voor. Suzanne, mag ik jou het woord geven voor de laatste talk van deze ochtend? In ieder geval. Ja, zeker. Ik ben al aan het delen. Wil je even aangeven of jullie de PowerPoint nu in volledig scherm zien? Of zien jullie ook mijn andere slides? Hallo? Rogier, jij staat al op mute. Sorry. Ja, ik zei, het ziet er goed uit. Okay, we horen je goed en we zien alles. Heel goed. Nou, over mijzelf. Mijn rol was inderdaad al even toegelicht. Ik werk voor Team Duurzaamheid bij PostNL.
Ik heb jaren in de commerciële wereld gewerkt, ook bij andere bedrijven. En zo'n 3 jaar geleden had ik besloten van, nou, ik wil eigenlijk wel wat anders. Ik wil een rol waar wat meer betekenis in zit, voor mijn gevoel, en waar ik ook impact mee kan maken. En zodoende ben ik uitgekomen bij het onderdeel Stadslogistiek, wat dus ook weer valt onder het grote team duurzaamheid wat we hebben. Ja, ik ben actief op LinkedIn, dus als je straks na de presentatie meer wilt weten, zoek dan vooral de connectie op. En anders kun je ook altijd meer informatie vinden op www.stadslogistiek.nl. Nou, waarom heeft PostNL nou een heel team duurzaamheid? Nou, dat is omdat wij denken dat duurzaamheid onze license to operate is. Dus de vraag is niet gaan we verduurzamen, maar meer hoe en wanneer. En we hebben ons daar zelf ook een aantal stevige ambities op toegelegd. We zijn er dus al een aantal jaar mee bezig. En we willen uiteindelijk naar klimaatneutraal. Of misschien wel helemaal zero emissie. In ieder geval de korte termijn doelstelling is dat we in 2025 zero emissie gaan bezorgen en autoluw in 25 steden van Nederland. En in 2030 de volledige lastmaal in de hele Benelux zero emissie zullen gaan bezorgen. Nou, dat heeft als een groot bedrijf als wij, heeft dat natuurlijk een enorme impact. En daar zijn we dus nu al mee bezig. En iedere dag kijken we hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. En wat ik wel leuk vind, en de discussies net gaat ook heel erg over het milieu. En ik zag ook al wat hints dat het niet alleen maar gaat om het klimaat. En we kijken binnen de logistiek ook heel erg, ja, hoeveel ruimte neem je nou mee in beslag in de steden met je logistiek? He, kan dat niet slimmer? We zagen al wat drones voorbij vliegen. Nou, daar experimenteren wij ook mee. Al als je bedenkt dat we tegenwoordig 1 miljoen pakketjes per dag bezorgen voor consumenten. Kun je misschien ook wel een beeld vormen dat drones misschien niet de weg zijn waar je het moet zoeken. Omdat dat betekent dat dan gewoon het hele luchtruim straks vol zit. Maar we kijken wel bijvoorbeeld naar de binnensteden, de historische binnensteden. Ja, moet je daar echt met een grote bus rijden? Of zou je daar bijvoorbeeld ook meer kunnen gaan fietsen? Of zou je licht elektrische vrachtvoertuigen kunnen inzetten? En voor wie dat niet weet, denk aan die picknickkarretjes. Dat is een vorm daarvan. We hebben recent zelf nieuwe auto's, voertuigen ontwikkeld. Waarbij we gewoon een volledige rolcontainer, zelfs 2, in een heel klein wagentje kunnen zetten. Waardoor we dus minder ruimte in beslag nemen in de binnensteden. En juist daar buiten bijvoorbeeld, hè, wat meer dichtbevolkte gebieden, daar zeggen, nou, daar zou je misschien wel een grotere wagen moeten inzetten. Want dan hebben we berekend dat we dan minder overlast veroorzaken. Uiteraard moet alles wel zero emissie zijn, dat je stil en schoon die stad inrijdt. Nou, er werd... deze doorzetten. Nou, als je kijkt naar die steden, hè, de gemeente is daar natuurlijk ook zelf volop mee bezig. Verwachting is dat er zo'n 30 tot 40 zero-emissiezones worden ingesteld. Dus los dat wij als PostNL zijn, maar dat geldt ook voor andere logistieke bedrijven, denken het is heel belangrijk om te verduurzamen. Uiteindelijk zal je ook wel moeten. Want verwachten dat ook een aantal steden gewoon op slot gaan. En dat je dus echt wel je logistiek moet gaan aanpassen. En wij zijn ook gevraagd om daarin te adviseren. We zijn natuurlijk heel zichtbaar in de straten. En we hebben dus ook advies uitgebracht van, nou ja, hoe groot moet zo'n zero-emissiezone zijn? En wat ik net zei over dat autoluw bezorgen bijvoorbeeld in de binnensteden, dat is daar ook vaak in meegenomen. Zo. Ga ik nog even een kleine vraag tussendoor stellen, kijken of iemand dat weet. Als je kijkt naar het transport wat in de steden is. En Marije gaf het begin al aan, hè, waar zit nou, hoe is nou die verdeling voor CO2-uitstoot gewoon wereldwijd? En waar komt dat nou het meeste vandaan? Maar als je kijkt naar een stad, hoe gaat het met het transport in de stad? En wie weet hoeveel bijvoorbeeld post en pakketten daarin een rol speelt? Qua percentage. Goeie vraag. Is er iemand die daar een antwoord op heeft? Dus van alle voertuigbewegingen die in de stad gaan, hoeveel komt daarvan pakketbezorgers? En dan heb ik niet alleen over PostNL, maar alles bij elkaar.
Nee, geen suggesties. Ik ga een suggestie doen. Oh, ik zie toch wat hartjes. Ja, ik geef het woord aan Benjamin. Misschien wel leuk, Benjamin. 10%. Gokje. Nou, dat is een redelijk goede gok. Ik zal even dit plaatje erbij pakken. Daar is die op 4% ingezet. Maar het kan best zijn dat het bij jou in de straat bijvoorbeeld 20% is. Hè? Het is net een beetje waar je zit natuurlijk. Maar 4-7% is wat we weten als je gewoon naar de hele stad kijkt. Wat komt er nou in van vervoersbeweging van pakketbezorging? Dus als je kijkt naar het overlastarm maken van logistiek in steden, dan is dit natuurlijk wel iets waar je aan kan werken. Maar ja, hoe groot gaat die impact zijn? Hè? En daarom vind ik dit plaatje wel interessant als je kijkt, waar komt die andere logistiek dan precies vandaan? Nou, dan zit er eentje bij waar we ons op richten met het onderwerp stadslogistiek. Want dat gaat heel erg over hoe wij zelf onze logistiek indelen, maar ook naar het transport van pallets en rolcontainers en dan met name facilitaire goederen. Dat is niet iets wat we normaal gesproken als PostNL doen, maar we zien wel dat je daarin heel veel kunt verbeteren. En dat is de reden waarom we zijn begonnen met die stadshubs. En onder de vlag stadslogistiek, dus dat is een label van PostNL, een initiatief van PostNL, hebben we de samenwerking gezocht met lokale ondernemers. Dat zijn met name verhuisbedrijven die een logistieke vestiging hebben aan de rand van de stad, om daar zogenaamde stadshubs te creëren. En stadshubs zijn niks meer dan een logistiek overslagpunt, waarbij leveranciers hun goederen kunnen neerzetten of ze kunnen opslag houden op die hub. En PostNL zorgt ervoor dat alles, al die goederen gebundeld en zero emissie bij grote ontvangers worden bezorgd. En daarmee spelen we dus in op de toekomstige zero emissiezones. Leveranciers zouden allemaal hun voertuigen moeten gaan vervangen door grote elektrische voertuigen. Nou, en kan je vertellen, dat is een andere uitdaging. Hè? Want er zijn gewoon niet zo heel veel voertuigen daarvoor beschikbaar. Dus met zo'n stadshub kan je eigenlijk heel veel stromen vergroenen. Zonder dat daardoor voor die leverancier een extra investering in voertuigen zit. Dus dat is wat we daarmee voor elkaar willen krijgen. Dan spelen we dus in op het klimaat. Hè? Dus we rijden stil en schoon in de stad. Maar we zorgen ook voor minder vervoersbewegingen. En een voordeel voor de ontvanger is, die heeft ook gewoon minder busjes aan de deur. Hè, dus een groot kantoor kan rustig 20 leveranciers per dag aan de deur hebben of aan de expeditie. En wij zorgen ervoor dat dat aantal ook wordt gereduceerd door misschien maar één. Waarbij je dus ook gewoon minder capaciteit nodig hebt bij je expeditie of bij je receptie op dit onderdeel. Nou, dan als ik hem even aangeef waarom verschilt onze aanpak ten opzichte van bijvoorbeeld lokale hub-initiatieven, want dat zien we best wel veel terugkomen, ook op internationaal vlak, is het natuurlijk niet een heel nieuw concept. Wat wij voor elkaar willen krijgen is dat we met één methodiek, één set van processen, één IT-platform, dit straks kunnen kopiëren naar heel veel steden. De steden die je nu op het scherm ziet, dat zijn de steden waar we nu al een vestiging hebben, waar we gewoon dagelijks al zero emissie bezorgen. Maar we willen dit uitbreiden naar minstens 25 locaties in Nederland in de komende paar jaar. En iedere keer als er meer vraag komt, dus bedrijven die zeggen, ja, wij willen ook via een hub beleverd worden, dan bundelen we dat en dan gaan we daar kijken of we weer een nieuwe partner kunnen zoeken in die stad. Dus we hebben één keer het idee bedacht. We zijn van 1 naar 6 hubs gegaan en uiteindelijk willen we dat de komende jaren steeds gaan opschalen. Nou, nog eventjes te verduidelijken. Het gaat hier dus niet om de pakketjes die we zelf al hebben, de e-commerce pakketten voor de consumenten. Het gaat echt om transport van rolcontainers en pallets met name. Dus het voertuig wat je hier ziet is onze elektrische vrachtwagen. Of een van de vrachtwagens die wij ervoor inzetten. Ik sluit niet uit dat we ook vanaf de hubs uiteindelijk wat meer met LEFs of met cargo bikes zullen gaan rijden voor wat kleinere spoedzendingen bijvoorbeeld. Nou, die samenwerkingen, wat ik al zei, zijn met name verhuisbedrijven. En wel bedrijven die allemaal een goede reputatie hebben en die zich ook inzetten voor duurzaamheid. Want dat is wel belangrijk, dat je ook het verhaal kunt vertellen in de markt. Dus wij richten als PostNL ons op de verzenders en de lokale hub-exploitant.
Je ziet hier een aantal voorbeelden van de logo's waar we mee samenwerken. Die richten zich op de lokale bedrijven die ze vaak al kennen, om zich aan te sluiten bij de hub. Nou, het proces nog eventjes toelichten. In ieder geval gaat het dus om het bundelen van leveringen van verschillende leveranciers. Ik zal zo nog even laten zien van wat voor goederen dat dan precies kunnen zijn. Maar ook belangrijk, we willen vol die stad in, maar ook weer vol de stad uitkomen. Hè? Dus zodat je niet alsnog met een lege vrachtwagen door de stad rijdt. Dus wij nemen ook bijvoorbeeld emballage aan retouren. En we hebben een samenwerking met Suez. Dat betekent dat klanten van Suez, waar wij een levering brengen, dat ze ook hun, wat we noemen, monostromen kunnen meegeven. Dus plastic of koffiedik bijvoorbeeld, kunnen we vervoeren en weer terugbrengen naar de hub. Waarbij Suez het dan vanaf dat punt weer kan ophalen. Dus er is een afvalstraat op de hub ook ingericht. Nou, dit zijn een aantal van de organisaties die al zijn aangesloten bij één of meerdere hubs van ons. Nou, misschien goed nieuws voor Benjamin. We zijn heel actief in Den Haag. We hebben daar de logistieke hub Den Haag destijds via een aanbesteding gewonnen. Uitgegeven door de overheid. Dus alle overheidskantoren in Den Haag worden zero emissie beleverd via de hub. En daarmee bestrijken we zo'n 40.000 werkplekken in die stad. Die op deze manier hun kantoorbenodigdheden ontvangen. En dit zijn dan, wat ik net al zei, de leveranciers voor wie wij werken in deze steden. Niet elke leverancier werkt in elke stad ook met ons. Maar dit is in ieder geval zijn de partijen die al op een of andere manier zijn aangesloten bij ons. Dus je ziet dat het met name echt die facilitaire goederen zijn. Dat is niet voor niks. Hè. Dat hoeft niet gekoeld te worden. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste stroom die je kunt inbrengen. En in een latere fase gaan we ook kijken of we toch koel en vries bijvoorbeeld ook kunnen bundelen op deze manier. En dan ben ik aan het einde gekomen van mijn pitch. En ben ik benieuwd of er vragen zijn. Ja, dankjewel voor je talk, Suzanne. Erg leuk en interessant om te zien wat jullie doen vanuit PostNL en Stadslogistiek. Ik zie dat er tot op heden nog geen vragen zijn. Je kan je vraag gewoon indienen, nog steeds, of steek even je handje op. Maar ik heb in ieder geval wel gewoon een vraag natuurlijk voor jullie. Want we hebben het nu heel erg over transport in de buitenring van de steden. Het is wel grappig, want ik reed vanochtend dus vanuit, ik woon in Amersfoort. En ik rijd langs de A28 en dan raak de A1 op richting Oosterbeek. En dan kom ik langs jullie hub volgens mij. Kan dat kloppen? Want er staat heel veel. Zou kunnen, ja. Als het goed is zie je die vrachtwagen daar dan. Hij zal nu onderweg zijn, maar 's ochtends vroeg kan je hem nog zien staan inderdaad. Ja, maar dat was vandaag, toen viel een kwartje opeens, dacht ik, oh wacht. Dat is het. Dat is wat ze bedoelt. Dat is wat ze bedoelt. Dus ik rijd echt, ik denk al 2,5, 3 jaar langs of zo. Langs de PostNL hub. En nu dacht ik, oh ja, dat is die hub natuurlijk. Maar die staat wel op een hele mooie locatie inderdaad. Die staat echt net buiten het centrum. Maar wel dat je, het is echt hooguit 10 minuten fietsen. En je staat, laten we zeggen, op het binnenplein bij ons. Dus qua locatie is dat helemaal top. Ja, het is niet voor niks. Hè? Dus we moeten, zo'n hub moet wel ver genoeg van, of dichtbij genoeg de snelwegen liggen. Maar ook weer niet te ver van het centrum. Want dat heeft te maken met de actieradius van die voertuigen. Die is natuurlijk veel kleiner dan normale voertuigen. Dus dan anders ben je heel inefficiënt bezig. Ja. Klopt. Ja, want je draait inderdaad ook zo de snelweg op. Dus qua locatie is het echt perfect. Maar dat was mijn vraag niet. Dat was gewoon een opmerking. Want we hebben het gehad over transport binnen steden natuurlijk. Met name. Hè, vanuit de stad naar de stad toe. Maar kijken jullie ook naar transport dan tussen steden? Of zijn jullie daar niet echt mee bezig? Nou, wel vanuit PostNL natuurlijk. Hè. Dus wij rijden even los van de bezorging die je zelf ziet. Maar daarvoor zijn natuurlijk ook met vrachtvervoer enorm veel bewegingen noodzakelijk. En zeker, hè, de e-commerce volume neemt alleen maar toe. Dat gaat ook echt nog wel een tijdje aanhouden. En daar zit, dat kwam in Marije's verhaal ook voor, hè, juist dat groot transport, dat veroorzaakt de meeste uitstoot. Nou, het lastige daarin is dat de middelen om dat te verduurzamen, die zijn wat schaars.
Je hebt nog niet hele grote vrachtwagens die je kan inzetten. Ik weet ook niet of dat elektrisch gaat zijn of bijvoorbeeld waterstof. Dus daar kijken we nu naar. Op de korte termijn zijn we nu bezig met HVO 100. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Dat is ook wel blauwe diesel genoemd. En dan kan je in ieder geval tot 90% van je CO2-uitstoot kun je daarin besparen. Ik vind dat een mooie tussenoplossing. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon echt zero emissie. Maar ik vind voor wat er nu voor handen ligt, ben ik blij dat we daar in ieder geval ook op inzetten. Want wat mij betreft, alle beetjes helpen en je moet doen wat je kan op dit moment. En in de steden kunnen we dus heel veel zero emissie doen. En groot transport nu eventjes met minder emissies. Maar uiteindelijk moet alles uitstootvrij zijn. Ja, nou, dat heb je mooi verwoord inderdaad. Ik zie ondertussen dat Benjamin en Guido hun hand hebben opgestoken. Benjamin, mag ik jou het woord geven? Ja, ik vond de vraag van Marije wel leuk. Om dan een soort van door te geven. Oké, hebben jullie nou ooit interactie met de wetenschap of kennisdeling met wetenschap? Of ooit behoefte aan kennis vanuit de wetenschap of iets dergelijks? Ja, we doen zelf heel veel onderzoek en we werken heel veel met studenten. Soms omdat studenten zich bij ons melden omdat ze graag bepaalde onderzoeken willen doen voor PostNL. Wat ik me kan voorstellen, want dat is natuurlijk iets waar ze zelf ook elke dag mee te maken hebben. En we vragen ook wel eens studenten om mee te denken. Bijvoorbeeld dat de inzet van die licht elektrische voertuigen. Nou, ik heb gisteren nog een afstudeerscriptie van iemand gezien. Die heeft berekend van ja, op welke manier kun je inderdaad congestie of overlast besparen door de inzet van zo'n voertuig. Wat ga je daar daadwerkelijk dan mee bereiken? En is het haalbaar? Nou, dus we zijn bijna altijd lopen er wel onderzoeken om ons te ondersteunen in deze transitie. Want dat betekent gewoon dat we echt dingen compleet anders moeten gaan doen. Niet alleen maar naar efficiëntie kijken, maar ook naar duurzaamheid. En hoe kan je dan toch weer efficiënt worden? Hè? Dat is eigenlijk de vraag. Want in logistiek draait alles om de drie cijfers achter de komma. Dus het is heel belangrijk om wel die efficiëntie te behouden. Maar je moet ook verduurzamen. Oké, bedankt. Je vraag daarmee beantwoord? Ja, zeker. Oké. Mooi. Dan kan Guido snel even zijn vraag stellen. Dat kan nog wel. Guido, laatste vraag van vandaag. Ja, hoi Suzanne. Ik heb een vraag over verpakking. Want ik krijg dan nog wel zo'n pakje en dan krijg je hem in een hele grote doos. En ik kan me voorstellen, we hebben weinig elektrisch vervoer. Of we met de fiets in de binnenstad als last mile. Wat doen jullie qua optimaal verpakking? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Dus het is bij ons een heel belangrijk thema. En die werkt tweeledig. Dus enerzijds, nou ja, je geeft het zelf wel aan. Mensen storen zich eraan. Hè. Heel veel lucht zit er in verpakking. Je hebt ook vaak extra verpakkingsmateriaal. Ja, als iets niet duurzaam is of niet duurzaam overkomt, dan is dat natuurlijk. En tegelijkertijd, ja, wij verpakken niks. Dus dat is natuurlijk wel iets wat begint bij onze klanten. En ik zie wel dat daar heel veel ook in gedaan wordt of heel veel naar gekeken wordt van hoe kan je dat nou dan doen? Dus we zijn nu zelf wel bezig, ook in samenwerking met klanten, om een herbruikbare verpakking te ontwikkelen. Nou, de uitdaging daarin zit hem, ja, maar hoe krijg je die dan terug? Dus op welke manier gaat uw consument dan weer zorgen dat weer, en wij ook weer, dat dat terugkomt bij die klant of onze klantenverzender? En ik denk dat ook veel webshops wel kijken naar efficiënte verpakken. Wat wij wel bijvoorbeeld doen om het te stimuleren, is dat het bij ons goedkoper is om een kleiner pakket te versturen dan een groot pakket. Waarbij we vroeger, was het gewoon, dit is het maximum en het maakt niet uit. Dus wij kunnen op die manier een klein beetje sturen. Maar het gaat niet zo zijn dat PostNL, wij weten ook niet wat erin zit hè, in de pakketjes. Wij krijgen gewoon iets aangeleverd en dat moet van A naar B. Maar we zijn wel in gesprek met klanten van hoe kunnen we dat proces misschien optimaliseren. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat jullie meer kunnen versturen als het kleiner verpakt wordt. Dus minder lucht in zit. Ja, we vervoeren op dit moment 50% lucht. Dus als we daar al, we zijn al blij als dat 1% minder zou zijn. En we hopen 10% over 10 jaar. Maar als dat sneller kan, ja, dan kunnen we meer doen met minder middelen. Dus dat is absoluut duurzamer. Precies. Ja, dankjewel. Dankjewel Guido voor je vraag ook. En Suzanne, hartstikke bedankt voor je talk en het beantwoorden van de vragen en het faciliteren van de discussie. We gaan nog één keer naar Ellie toe, want die heeft ook een visual recording gemaakt van jouw talk, Suzanne. Ellie, ben jij al klaar om een toelichting te geven? Ze start de techniek. Ja, ik ga mijn scherm delen.
Helemaal goed. Dan wachten wij rustig af. Ik was nog de laatste ding aan het inkleuren. Suzanne, een mooie quote. In het begin vond ik, je wilt wat anders gaan doen. Dus je maakte nu impact bij Stadslogistiek. Nou, dat, wat voor mooie baan kan je hebben als je impact maakt. Twee hele mooie doelstellingen. In 2025 zero emissie in steden. En in 2030 zero emissie last mile in de Benelux. Je zei het al, jullie experimenteren met drones en met groene vrachtwagentjes, zoals het voorbeeld van de picknickvrachtwagentjes. 4-7% van de stadslogistiek is voor post- en pakketbezorging. Dat is niet heel veel. En er is ook gekeken naar wat gebeurt er dan nog meer qua logistiek in zo'n stad. Van daaruit zijn de stadshubs ontstaan. Dicht bij de snelweg en dicht bij het centrum een op- en overslagpunt voor transport in de steden. Nou, wat doet zo'n waar zorgt zo'n stadshub dan voor? Voor efficiënt vervoer, maar één vrachtwagen voor verschillende leveringen voor grote bedrijven in plaats van misschien wel 20 op een dag. Het is één concept. Daar onderscheid jullie van andere hub-initiatieven. Het is één concept en je kan het pluggen en playen in andere steden. En jullie gaan diverse partnerschappen aan, zodat retouren bijvoorbeeld ook mee kunnen en jullie ook afvalstromen hebben op de hubs. Een vraag die binnenkwam, gaan we dit ook voor particulieren doen? Nou, qua volume is dit nog ingewikkeld, maar jullie zijn wel bezig met tussenoplossingen. De mooie vraag, werken jullie ook samen met de wetenschap? Ja, heel veel met studenten die allerlei onderzoeken doen. En hoe verpakken jullie optimaal? Nou, jullie verpakken helemaal niets, maar werken wel samen met partners om naar duurzame oplossingen voor verpakkingen te kijken. Dat was hem. Dankjewel Ellie weer voor vandaag. Wij gaan afsluiten en daarvoor deel ik nog één keer mijn scherm met jullie. Als het goed is, zien jullie dat? We zijn vandaag begonnen met Marije. Die heeft het een en ander toegelicht over de transportketens en de impact daarvan. En heeft gekeken naar hoe ziet de toekomst nou van die globale wereld eruit. Daarna zijn we doorgegaan naar Benjamin. Die heeft het een en ander verteld over de Resilient City Hub en grondstofstromen. En we zijn geëindigd met Suzanne. En Suzanne heeft vanuit PostNL Stadslogistiek het een en ander verteld over de stadshubs. Sprekers, heel erg bedankt voor vandaag. Ellie, bedankt voor de visual recordings. 14 april staat de volgende breakfast talk op de planning. Weer om 7:30. En dan gaan we het hebben over CO2. Dus iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid. En graag tot de volgende keer.